Open dag. We zijn aangesloten bij de Dag van de Zorg en we willen heel graag alle mensen die informatie willen over hoe ons huis reilt en zeilt, willen we heel graag verwelkomen. En dat kan betekenen van mensen die gelieerd zijn aan onze medewerkers of uit de buurt, maar ook van mensen met wie we samenwerken of misschien zelfs ouders die overwegen om hun kind hier te komen laten logeren. Iedereen is van harte welkom. Oké, Mapamondo is een opvang voor kinderen die ziek zijn, die verpleegkundige zorg nodig hebben. En die kinderen die kunnen hier wonen of komen logeren. En die worden verpleegd door een verpleegkundige of meerdere verpleegkundigen. En die worden ondersteund door vrijwilligers. En de kinderen kunnen hier ook komen logeren. En die kinderen die wonen thuis en worden door hun ouders verzorgd. En vaak ondersteund door kinderthuiszorg. En om die ouders lucht te geven, zodat ze het langer thuis kunnen volhouden, kunnen ouders dan hier gebruik maken van logeeropvang voor hun kind, die eveneens als de woonkinderen verpleegkundige zorg nodig hebben. Dat doen wij hier vooral. Oké, want je zei ondersteund door vrijwilligers, maar ik neem aan dat er ook professionele krachten aanwezig zijn. Ja, de verpleegkundige, de kind wordt verpleegd door een verpleegkundige, die heeft de eindverantwoordelijkheid en de regie in huis en die is verantwoordelijk voor alle verpleegkundige zorg die het kind nodig heeft. Van medicatie geven tot de canule verschonen, sommige kinderen hebben een canule, tot het prikken voor bij diabetes. En ze worden ondersteund door vrijwilligers, zorgvrijwilligers. En die zorgvrijwilligers die vervullen eigenlijk een soort rol van ouder, die verzorgen het kind, die zorgen dat het kind 's morgens mee gaat eten, als het naar school moet, zorgen die dat het op tijd op school komt, die helpen het dus douchen, aankleden. Allemaal onder eindverantwoordelijkheid van de verpleegkundige. Tevens worden wij ondersteund door andere vrijwilligers, noemen wij taakvrijwilligers. En taakvrijwilligers die komen hier voor een speciale rol. En die taakvrijwilligers, dat kunnen bijvoorbeeld zijn mensen die hier de hele zomer door de tuin onderhouden. Komen onderhouden op een vaste dag in de week. Of zelfs klusjesmannen, die komen iedere week bij ons een dag of een halve dag of soms twee keer een halve dag. Om te zorgen dat alle klussen worden gedaan. Die iedereen thuis ook heeft. Van het lampen vervangen tot plankjes ophangen, verfbeurtjes. Verder hebben wij chauffeurs nodig. Chauffeurs die helpen om de kinderen te vervoeren. Altijd ook onder begeleiding van een zorgvrijwilliger. Zo hebben wij heel veel verschillende vrijwilligers nodig. Ook bijvoorbeeld die op de vrijdag een dag komen. Misschien is dat ook heel leuk. Voor mensen die het overwegen uit Wezep Oldebroek om hier op een bepaalde dag te komen om ons te ondersteunen in de taken. En daarvoor wil ik ze van harte uitnodigen om bij ons op een informatiebijeenkomst te komen. Om daar meer informatie over te krijgen. Maar hoe komen ze daar? Wat is de eerste stap die ze moeten doen? Het liefst naar de site Mapamondo, www.mapamondo.nl. Daar kun je van Mapamondo Wezep het e-mailadres vragen. Daar kun je aanmelden dat je en duidelijk maken als je interesse hebt en meer informatie wil. Als je dat niet wilt of niet kunt, dan ben je ook van harte welkom op de locatie om hier je aan te melden om te zeggen voor een klus, voor een taak van een vrijwilliger. Wij geven een korte uitleg over epilepsie en we hebben een filmpje over een kindje die een epileptische aanval krijgt. En wat uitleg over hoe we de medicatie toedienen hier en hoe dat allemaal gaat. En snappen ze het een beetje? Volgens mij wel, en anders hebben ze nog vragen. De meeste kunnen we gelukkig beantwoorden. Ja, dus kinderen worden verwezen door hun kinderarts of een huisarts of ook door ouders zelf. Of misschien kent iemand een gezin met een ziek kind en ziet dat ze echt aan de tak zitten. Omdat de verzorging heel intensief is en 7 dagen in de week plaatsvinden. Die kunnen ook contact met ons opnemen. Het liefst natuurlijk via de ouders, zodat die er gelijk bij betrokken zijn. Maar dus vanuit van allerlei hoeken kunnen hier kinderen aangemeld worden. Op dit moment hebben we 3 kinderen die hier een poos wonen. En wel 12 kinderen, 13 kinderen die hier met enige regelmaat komen logeren. Okay. En dat kan zijn van een dag in de week, 2 dagen in de week, tot een weekendje in de maand. Of nog daarbij een week in de vakantie. Dus dat kan verschillen net wat de ouders willen. Daar maar past het op aan. Zit je nog niet vol dan, Ina? We zitten niet vol. Kinderen zijn van harte welkom. We hebben per direct plaats. Hoewel de bezetting gelukkig weer aantrekt, kunnen we per direct kinderen plaatsen. Zowel logeerkinderen als ook woonkinderen. Dus aanmelden op?
Je kunt de locatie bellen. 038, het telefoonnummer weet ik niet uit mijn hoofd. Of via de site www.mappamondo.nl. En vervoeg je dan, dan krijg je bericht terug. Oké, en de open dag, hoe loopt die? Ja, er zijn weer van allerlei mensen hier op de achtergrond. Kunt u ook zien, alle mensen die interesse hebben. En we zijn blij met al die mensen die hier ons weer komen bezoeken. En ze krijgen een rondleiding, ook van vrijwilligers. Ook nu hebben we weer de hele dag vrijwilligers in touw. Om ervoor te zorgen dat alle mensen een goed beeld krijgen van wat Mappamondo is. Wat we hier doen, welke stagiaires we hier hebben. En alles staat onder leiding van Monique, die zie je hier ook achterlopen. En we zijn heel blij dat het ook lekker weer is, zodat we goed buiten kunnen zijn. En ja, zo hebben we een hele fijne dag. Wij komen een check brengen namens onze loopgroep. We doen dit bijna 20 jaar. En we zijn lopend gekomen van Purmerend naar Wezep. En het is voor een goed doel. En voor ons is het een soort schoolreisje. Oké, dat klinkt hartstikke leuk. En wanneer zijn jullie begonnen met het lopen? Wij zijn vannacht om 12 uur begonnen. En we zijn non-stop al wisselend doorgegaan tot hier aan toe. Gaaf. En nu is het, ik zie, 2:15. Ja. Dus jullie hebben van 12 tot 2:15... Hebben we gelopen en vreselijk veel lol gehad. Ja. Ja. En nu niet helemaal kapot? Nee, absoluut niet kapot. We trainen 2-3 keer in de week. Sommige 4 keer in de week. Dus ja, dit kan. Dit is wel verantwoord. En jullie hebben een heel mooi bedrag opgehaald, zie ik. Ja. Wauw, hartstikke bedankt daarvoor. Graag gedaan. Hoe heb je dat gedaan? De een heb onze baas wat gevraagd. De ander heb de benzine gesponsord voor de auto's. Want ja, op lucht kunnen ze niet rijden nog. En ik zelf heb een goede 100 flessen wijn verkocht. Inkoop 2 euro, verkoop 5 euro. Dus dat levert geld op. Ja. Hartstikke bedankt. En Bernard heeft in het gebouw 105 een keer geslapen. Dus een koninklijke slaapkamer. Dat hebben jullie nooit meer opgemaakt. Natuurlijk niet. Klusjes doen. Mensen die in de tuin helpen. Of ja, inderdaad die handymans die binnen wat doen. Dus we gaan nu naar de presentatie. Wat vonden jullie ervan? Ik vond het erg leuk. Omdat? Ja. Het was goed georganiseerd. Het zat goed in elkaar. Een beetje idee van het huis? Nou, onze dochter die werkt hier, dus we hadden al een beetje een idee hoe het komt en hoe het zit. Dus we waren al een beetje voorgelegd eigenlijk. Okay. Ja. Maar alleen mondeling, nooit een plaatje? Niet gezien. Nee. Okay. Ja, ziet er mooi uit. Vond u van mevrouw? Ja, ik vond het geweldig. Omdat? Nou, wij hebben in Wapenveld ook zoiets. Oh. En daar geven wij ook steeds ondersteuning. Ja. Waar is dat dan? Dat is dat van de Rode Beer. Oh ja. Dat wordt nu opnieuw opgezet. Maar dat kindje was overleden. Oh. En die ouders die gaan er helemaal van. Dus we weten wel iets van. Ja, nou, leuk. Nou, dankjewel. Succes. Vond je het interessant? Ja, ik vond het heel interessant. Ja, ik was hier nog nooit geweest, maar ik vond het echt interessant. Ja. En je woont in de buurt of? Ja, ik kom uit Hasselt. Uit Hasselt? Ja. En, nou, wat vond je van het huis dan? Ik vind het een heel mooi huis. Ik vind het heel ruim opgezet. Met een enorme mooie tuin. Dus ja. En wat ze doen? Ja, dat vind ik helemaal fantastisch. Met zoveel vrijwilligers. Dus ja. Kom je er ook bij? Nou ja, misschien wel. Ik hoop op een stageplek, maar ja. Doei, dankjewel. Succes met de organisatie. Meneer, bedankt. Jullie ook bedankt. Ja, tot ziens. Bedankt. Bedankt. Geweldig bedrag. Dankjewel, graag gedaan. We zullen er mooie dingen mee doen. Nou, we vonden het leuk om bij jullie op bezoek te zijn. Oké, fantastisch.